stokken, gras, nat, netels en veel struiken. 909 vierkante meter braakliggend terrein, goed afgesloten door een muur, een poort en een stevig slot. Maar als het van de buurtbewoners van de Mellaardstraat in Borgerhout afhangt, mogen zij hier binnenkort hun ding doen. Het terrein staat al leeg, dus dat is afgebroken in de jaren 90. Dus sindsdien is er eigenlijk niks meer mee gebeurd. Dus dat is eigendom van de stad en wij dachten, wij zouden daar graag mee aan de slag gaan. Een groentetuintje, petangbaan of speeltuin. De buurt droomt nu al volop. Zeker hier in Borgerhout, waar al weinig open ruimte is. Er zijn heel veel kinderen in deze straat die heel veel voetballen. En op het plein is dat leuk, maar ja, die wonen hier gewoon achter de hoek. Dan kun je gewoon naar hier gaan. Moeten wij die deur wel eerst wegkrijgen? Maar moeten wij niet gaan afbreken, hoor. Maar we moeten eerst een sleutel vragen, hè? Bij deze dus de vraag van de kinderen en volwassenen in en rond de Mellaardstraat. De sleutel van dit slot.